Krajicek opende op het Koningsveldplein de eerste zogeheten playground in Rotterdam. Een playground is een sportveld waar jongeren een groot aantal sporten kunnen beoefenen, zoals voetballen, skaten of tennissen. Het veldje ligt er na al die jaren nog steeds hetzelfde bij. Kinderen maken met name gebruik van het ingekooide voetbalveldje. Leuke dingen. Daar voetbal of zo, of daar spelletjes doen. Ja. En soms stoppetje. Dan kunnen we hier voetballen, spelen, rennen. Gewoon zijn vrij. Naast het Krajicekveldje is inmiddels ook Duimdrop gekomen. De instelling waar kinderen gratis speelgoed kunnen lenen. Duimdrop houdt ook een oogje in het zeil. De kinderen hebben een plek nodig waar ze samenkomen. Waar ze hun vriendschappen kunnen sluiten. Waar kleintjes voorbeelden van grotere kunnen zien. Waar plezier is. En ja, dat heb je zelf ook. Als je ergens een plek hebt waar je je veilig en gezellig voelt, ga je er altijd naartoe. Geen enkele wanklank onder de gebruikers, de toezichthouders en de bewoners rondom het speelveldje. Alleen wie die gulle gever ooit is geweest, dat is een beetje weggezakt. Richard Krajicek, weten jullie wie die man is? Nee. Nee? Nee. Nee. Een beroemde man. Met heel veel geld. Is hij rijk? Daarom heeft hij dit veldje toen gegeven. Daar ben ik wel best wel blij mee. Ja. Wat zou u tegen Richard Krajicek willen zeggen? Nou, ik ben hem hartstikke dankbaar. En ik hoop dat hij er nog een stuk of 1000 neerzet. Dank u wel dat je voor ons deze pleintje hebt gemaakt.